Formule 1-kampioen Max Verstappen wordt de bandenfluisteraar genoemd, omdat hij de warmteontwikkeling van zijn banden zo goed kan beheersen. De rubberbanden die in de autosport gebruikt worden, kunnen veel meer aan dan elke andere kunststof. Natuurrubber wordt minder warm en het kan daardoor wrijving weerstaan. Ja, dat is heel cool. Je ziet de warmte gewoon van die banden afslaan. Die banden bestaan voor ongeveer de helft uit natuurlijk rubber. En dat is ook hard nodig, want dat zorgt ervoor dat die auto dit gave kan doen zonder dat hij een klapband krijgt. Het wordt nog steeds op de natuurlijke manier gewonnen, dat rubber. En we kunnen eigenlijk na al die jaren nog steeds niet iets maken wat synthetisch net zo goed is als het natuurlijke product. Rubber is al 100 jaar een onmisbaar product in de moderne industrie. Niet alleen banden, maar ook aandrijfriemen, slangen, pakkingen en duizenden andere producten waren voor de Tweede Wereldoorlog van rubber. De modernisering van Europa kwam uit een tropische boom. Het sap wordt getapt door mensen die niet eens rubber schoenen dragen. En nog steeds is de moderne mens afhankelijk van rubber. Ondanks de uitvinding van het plastic blijft rubber onontbeerlijk. In de banden van vliegtuigen wordt uitsluitend natuurlijk rubber gebruikt. Vliegtuigbanden zitten in een omgeving waarbij binnen korte tijd de temperatuur kan verschillen van min 50 graden Celsius tijdens de vlucht tot een omgeving waarbij na het remmen de rem circa 300 tot 400 graden Celsius wordt. Natuurlijk rubber is het enige product wat dergelijke extreme temperatuurschommelingen binnen die korte tijd aan kan. Dus gewoon het spul uit een boom, dat is eigenlijk nog steeds het allerbeste. Ja, dat klopt. De ontwikkeling van rubber als band maakte de opmars van de auto 100 jaar geleden mogelijk. Planters in alle kolonies begonnen massaal de rubberboom Hevea te planten om aan de enorme vraag te voldoen. En terwijl de lokale bevolking het zware werk deed, keken we in het Westen bewonderend toe naar de prestaties van het exotische product. Tot op de dag van vandaag zijn de prestaties van het natuurrubber ongeëvenaard. In een moderne autoband zitten meer dan 100 verschillende stoffen. Maar om een echt goede autoband te maken, heb je gewoon nog steeds natuurlijk rubber nodig. Er is een heel duidelijk verschil tussen mooi stuiterend natuurrubber en andere rubbersoorten die dat minder goed kunnen doen. Dat is het fijne van natuurrubber. Het stuitert ontzettend goed. En als je dat nou voor een warmtecamera doet, dan zie je dat een goed stuiterend balletje ook minder warm wordt dan een slecht stuiterend balletje. Omdat er weinig energie omgezet wordt in warmte. Klein proefje zagen we dat een balletje natuurrubber, als je het laat vallen, ongeveer een graad Celsius minder warm wordt dan een balletje dat van kunststof is gemaakt. En daarbij komt ook nog dat het natuurproduct veel steviger is. Je kunt natuurrubber ongeveer 30% verder oprekken dan de beste kunstrubbers. De latex die uit de boom komt, daar heb je eigenlijk nog niks aan. Je moet het eerst mengen met zwavel en snel en sterk verhitten. Dat doen we vulkaniseren. Want dan wordt het sterk, stevig, veerkrachtig en kan je het persen in de vorm die je wil hebben.
is één heel groot probleem met rubber. En dat heeft ermee te maken met dat vulkaniseren. Rubber bestaat uit allerlei lange moleculen. En pas als je gaat vulkaniseren, dan zorg je ervoor dat tussen al die moleculen dwarsverbindingen ontstaan. En daardoor wordt het een stevig netwerk en krijgt het zijn veerkracht. Maar die tussenverbindingen, die kan je niet meer kapot maken. Ja, tenzij je de hele band kapot maakt. En daardoor kan je nooit meer een gebruikte autoband omsmelten in een nieuw product. Je kan het niet recyclen. Het maken van autobanden door het zogenaamde vulkaniseren van rubber is een onomkeerbaar proces. Als de moleculen eenmaal met zwavel en hitte aan elkaar geklonken zijn, laten ze niet meer los en dat zorgt ervoor dat oude autobanden een grote belasting voor het milieu zijn. Het rubber dat je opnieuw kunt gebruiken zou uit elkaar vallen als je er een autoband van maakt. Natuurlijk rubber blijft dus cruciaal voor het steeds groeiende autoverkeer.